Hoi. Daar zijn we dan weer. Ja. 2 jaar geleden, het ding van Noam Gabo. Ja. Je weet hoe het er toen uitzag. Ja, voor het gevoel stond het op instorten. Dat was ook zo. Ja. 30, 40, 50 jaar niet naar omgekeken. Nee. We hebben gezien hoe dit er allemaal uitzag. Ja, oxidatie, scheuren. Het marmer zag er niet uit. Nee. We hebben er toen over gezegd hoeveel partijen daar eigenlijk in de clinch over lagen. Terwijl het heel simpel was van trek gewoon even de knip en doe er wat mee voordat het echt instort. Ja. Dat was al een discussie die toen al 10, 15 jaar speelt. Langer zelfs, 30 jaar bijna al. Er zijn gemeenteraden opgesneuveld bijna. En CBK, Hollandia Kloos, Bijkorf. Wij hebben, jij voornamelijk, hebt die mensen ook benaderd. Nou, wilden we destijds een heel item doen over hoe gaat dat nou met kunst in de openbare ruimte. Ja. En de aanleiding was eigenlijk het ding van Gabo. Ja. En toen hebben we gebeld. Niemand wilde op dat moment uitspraken doen. Nee. Uiteindelijk, tot mijn verbazing ook, gebeurt er dan ineens was. Er is wel inderdaad een beetje een dingetje geweest met die ballonnen van die Deense of die Scandinavische kunstenaar. Dat liep met dezelfde discussie mee, parallel daaraan. Waren inderdaad de 2 wereldbollen van Eliasson volgens mij. En die zouden bijna 1 miljoen gaan kosten. Ja. En toen zijn mensen wel een beetje gedaan. Maar er staat hier dus het wederopbouwmonument van Rotterdam. Dat staat gewoon op instorten. Ja. Daar was toen begroot 8 ton is er voor nodig om dat te restaureren. Ja. En dan ga je voor 1 miljoen daar 2 plastic dingen op dat stationsplein neerzetten. Het was ineens binnen een paar maanden gebeurd. Dus heel, heel simpel, een paar mensen, drie partijen hebben de knip getrokken. De Bijkorf heeft meebetaald, zover ik weet. Ja. En nog wat andere partijen. Er is een bureau ingeschakeld, een vrij bekend restauratiebureau. Die hebben dit eigenlijk gewoon in oude glorie hersteld. Dit is de originele kleur van hoe het er toen... Hoe het destijds bijna, werd... Bijna, bij benadering. Werd opgeleverd, hè? Die bijna goud. Het is ietsje te, maar dat maakt niet uit. Wat was nou de geschiedenis? Dit was een cadeau van de Bijenkorf aan de stad Rotterdam, hè? Ja. En dit is de vaandeldrager geworden van de wederopbouw van deze stad. Ja, niet officieel en niet formeel, maar dat is eigenlijk zo een beetje geworden. Ja. Ja, en zo heeft het volgens mij ook in de gedachten van allerlei mensen geleefd, ook van buiten Rotterdam. Vooral dat metaal, dat ziet er dus fantastisch uit. Wat betekent dat nou eigenlijk voor jou als je nu ziet dat er toch die voortvarendheid is gekomen en het ding is hersteld? Nou, ik denk dat wij daar wel een aandeeltje in hebben geleverd door dat een beetje naar buiten te brengen. Denk je dat werkelijk? Nou, daar kom je nooit meer achter. Het is wel toevallig dat zodra... We hebben hier ook 2 dames gesproken van het CBK en van de gemeente. Klopt, van Sculpture International. Die kregen daar hoofdpijn een beetje van. Daarna is wel alles vrij snel in gang gezet. Maar ik denk dat toch een ding is dat de mensen die de knip hebben moeten trekken op een gegeven moment zoiets hebben gehad. Laten we het gewoon doen, want... hoe langer we wachten, des te duurder wordt het. En des te gevaarlijker ook. En die jongens hebben namelijk helemaal nog nooit met ons gesproken. Nee, maar dat wilden ze ook niet. Maar wat voor signaal geeft dit af in de stad, Tim? Nou ja, ze pakken nu ook de koolsingel af. Het had ook niet anders gekund. Want je kan niet de koolsingel aanpakken en dan zo'n wrak laten staan.